We beginnen met de vraag of Maastricht een milieuzone gaat krijgen. Hiermee kan uit een bepaald gebied de meest vervuilende voertuigen geweerd worden. Als er dan milieudefensie ligt, wordt die morgen nog ingevoerd in Maastricht. Als je de conclusies van een recent onderzoek in opdracht van de gemeente uitgevoerd bekijkt, lijkt men op het stadhuis de noodzaak van een milieuzone niet in te zien. Mat Korpershoek van Milieudefensie Maastricht is hier en Manuel Boesse van buurtnetwerk Brusselse Poort. Heren, welkom. Heren, een beperkte meerwaarde zou de milieuzone maar hebben, aldus het stadsbestuur nu. Wat zegt u dan, Mat? Ja, dan zeg ik, dat is flauwekul. Er is een rapport verschenen in opdracht van de gemeente, dat is correct. Mm-hmm. Wij zeggen, dat rapport, dat is eenzijdig, maar ook onvolledig en zelfs misleidend. Waarom? Dat heeft te maken met de aard van het onderzoek. Dat is een soort quickscan, waarbij oude documenten uit het archief bekeken worden en dan gekeken wordt, ja, is die milieuzone wel effectief? En wat blijkt nu uit het onderzoek? Dat een aantal documenten die zeggen dat de milieuzone zeer zinvol en effectief is, dat die zijn weggelaten. Oké. Ja. En dat zijn er nogal wat. En we hebben er u een paar doen toekomen. Op de eerste plaats is er een verslag van een extern expert geweest, ten overstaan van de gemeenteraad. En die zegt, de milieuzone is hartstikke effectief. Mm. Maar dat soort documenten worden stelselmatig uit dat rapport weggelaten. En waarom is dat volgens u? Dat heeft te maken met de weerstand die er in bepaalde groeperingen in Maastricht is. Mm. Tegen de milieuzone. En daar wordt dus selectief te werk gegaan. En daar laat de wethouder, de huidige wethouder van vervoer, van milieu, van mobiliteit, zijn oor blijkbaar naar hangen. Ja. Want men zegt dan ook in de meest recente raadsinformatiebrief die gestuurd is vanuit de wethouder naar de leden van de gemeenteraad. Er is een dalende trend wat betreft concentraties luchtvervuilende stoffen. Ja. En er is geen reden om aan te nemen dat die trend op een gegeven moment onderbroken wordt. Dus dat zal blijven dalen. Ja. Door onder meer dingen als de A2-ondertunneling, bussen die elektrisch rijden en de verschoning van het wagenpark. Ja. Ja. Maar dan zegt u, dat is onzin. Dat is geen onzin. De luchtkwaliteit is wel verbeterd. Mm. Alleen wat er niet bijgezegd wordt, dat op dit moment de niveau van de zogenaamde verbeterde lucht nog altijd zodanig is dat er elk jaar in Limburg bijvoorbeeld, de GGD heeft dat laten zien, een groot aantal mensen vroegtijdig overlijdt. Mensen in Limburg overlijden 11 maanden eerder als gevolg van luchtkwaliteit. Kinderen op de basisschoolleeftijd, die 1 op de 5, die hebben astmatische klachten, luchtkwaliteit gerelateerd. En dat is genoeg reden om te zeggen, ja, die lucht is verbeterd, maar we moeten vol gas geven om instrumenten in te zetten om die luchtkwaliteit verder te verbeteren. En dat wil het Rijk ook. Mm. Even voor de duidelijkheid, de verantwoordelijke wethouder hebben we ook gevraagd om hier aan te schuiven. Maar hij zegt dat hij nog eerst in gesprek met de gemeenteraad wil. Alvorens hij wil reageren op deze kwestie. Even naar Manuel Boesse aan mijn rechterkant. Want in Brusselse Poort maken jullie ook zorgen. Waarom is dat? Ja, inderdaad. Ik ben de inwoner van de wijk Brusselse Poort. En ik heb de afgelopen jaren het verkeer behoorlijk zien toenemen. Schrikbarend zien toenemen. Het heeft veel te maken natuurlijk met de verlegging van de Noorderbrug. Mm. Daardoor is een nieuwe aanlanding gemaakt. En daardoor zie je, je ziet het. Hè, je ziet de hele dag het verkeer langsgaan over de zogenaamde Randweg Noord. Ik bedoel, hoe kun je Randweg door de bebouwde kom leggen? Mm. Dus al dat verkeer dat komt langs de Nobellaan, naar de Via Regia, de Rotonde. En dat is wat je ziet. Als je het vervolgens ook gaat meten, dan heb je daar de verkeersmonitor voor. Mm. Bijvoorbeeld de laatste verkeersmonitor 2021 van de gemeente Maastricht, gewoon opzoekbaar op internet. Daar kun je het afleiden dat er daadwerkelijk een toename van het verkeer is op de zogenaamde Randweg Noord van 114%. Mm. Dat betekent dat er per etmaal 1550 vrachtauto's door de bebouwde kom rijden. Nou ja, dan kun je bedenken dat dat niet goed is voor de luchtkwaliteit. Mm. Met je gezond verstand kun je dat bedenken. En dat kan, zoals Mat zegt, in het algemeen de luchtkwaliteit zijn verbeterd. Het is nog steeds heel slecht. En
om dat ook te bevestigen heb ik me aangemeld voor het project het meten van luchtkwaliteit met een meetbuisje aan je huis. Mm-hmm. Nou, dat is een digitale, kun je het dan aflezen. Ja, daar zie je ook gewoon op dat het ding constant boven de normen zit. De oude normen van de WHO, maar ook de nieuwe normen. Mm-hmm. Dus ja, je ziet het verkeer toenemen. Je meet dat het inderdaad qua aantallen ook echt zo is gegaan. Ja. En je ziet ook de luchtkwaliteit. En wat voor Brusselse Poort natuurlijk geldt, dat geldt ook voor andere wijken in Maastricht die langs de drukke verkeerswegen liggen. Ja. Wat Wannebel zegt is helemaal correct. Dat is maar één voorbeeld. Ja. Maar misschien kunnen we een kaartje laten zien. Waaruit blijkt dat dit voorbeeld van Manuel niet op zichzelf staat. Mm-hmm. En we kunnen dat hier zien. Er zijn 27 locaties, ziet u hier, waarvan 70% buiten het stadscentrum. En op die locaties, dat is vaak rood, dat wil zeggen er zijn meer dan 10.000 verkeersbewegingen per etmaal. Mm-hmm. Dat is op 27 locaties. Mm-hmm. En 10.000 verkeersbewegingen per etmaal betekent, als je daarin vertoeft in die omgeving, dat is het roken van 5 sigaretten per dag. Ja. Daar hebben we het over. Ja. En je ziet dat, dit is nog een kaartje uit 2019, mm-hmm. maar het verkeer is sindsdien na de coronadip nog verder toegenomen. En je ziet een enorme toename van verkeer en dus ook de uitstoot. Ja, ja. De gemeente gaat in ieder geval inzetten op zero-emissie stadslogistiek. Daarmee wordt gepoogd om vrachtverkeer te reduceren en straks ook veel schoner te maken. Ja. Je komt dan niet meer de binnenstad in, dat is goed en er is op zich niks mis mee. Alleen, het personenverkeer wordt daarmee in eerste instantie niet aangepakt. Mm. En zes, dat gaat pas in op 1 januari 2025. Misschien, dat is ook nog niet zeker of het haalbaar is. En wij zeggen, doe nu een combinatie van zes met milieuzone. Alle experts, ook in Nederland, geven aan dat die combinatie een combinatie is waarmee je de huidige WHO-norm, dat is de norm die zegt dat de lucht nog veel te slecht is, om die norm in ieder geval zo dicht mogelijk te benaderen. En daarvoor heb je die combinatie nodig. En de gemeente zegt dat het niet uitvoerbaar is. De gemeente zegt dat die combinatie moeilijk is, maar in andere steden, zoals bijvoorbeeld in Haarlem, is dat wel gebleken. Daar gaan ze ook zes invoeren in 2025. Maar ze hebben bijvoorbeeld nu al de milieuzone ingevoerd. Hmm. Daar combineren ze het wel. En we hebben dat de gemeente ook laten zien. Met behulp van besluitvorming van de Haarlemse ambtenarij. En die hebben laten zien dat het wel mogelijk is. Hmm. Hoe groot moet die milieuzone dan worden wat jullie betreft? Dat is een goede vraag. Ja. Want je begint gewoon bij de basis. Klein binnenstad en milieuzone gelijk aan de huidige zes. Maar de bedoeling is natuurlijk om de milieuzone uit te breiden naar de belangrijkste invalswegen van Maastricht. Mm. Daar is ook de grootste gezondheidswinst. Op het kaartje wat we zojuist zagen, kon je ook zien dat de drukste wegen, die zitten niet in het centrum zelf, maar die zijn natuurlijk naar de toegangswegen. En dat zal behoorlijk helpen. Als je kijkt bijvoorbeeld de Statussingel, daar is dan een milieuzone, de enige in Maastricht op dit moment, voor vrachtverkeer. Mm. Nou, wat houdt ons tegen om eenzelfde soort constructie te bedenken voor de zogenaamde Randweg Noord? Mm. Dan doe je het vrachtverkeer, wat eigenlijk voor een groot gedeelte ook naar België gaat, dan laat je hem vooraf afbuigen naar de Belvedere-laan. Nou, dat scheelt echt een groot gedeelte. En voor ons in onze buurt Brusselse Poort geldt ook nog eens, en dat komt er nog eens bij, dat er drie ontwikkelingen zijn waardoor we het risico lopen dat er nog meer verkeer komt. Namelijk een grote parkeerplaats bij het winkelcentrum, 550 parkeerplaatsen. Mm. Mogelijk park-and-ride voorziening op de Via Regia Rotonde. Dus echt in de onmiddellijke nabijheid. Mm. En de rotonde van de Nobellaan, die wordt vergroot. Dus dan komt er nog meer verkeer en heeft gewoon een aanzuigende werking. Mm. Dus we hebben dit natuurlijk keer op keer onder de aandacht gebracht. Het is begonnen met een petitie richting de gemeenteraad, richting de politiek. Ja. We hebben een raadsronde georganiseerd. Ja, manifest. Een manifest is er geweest. Er is een gesprek geweest een bijeenkomst met de wethouder op het stadhuis. We hebben een manifest geschreven, we hebben een reactie gegeven op het rapport. En daar zegt Manuel wel een heel goed ding. Twee aandachtspunten. Mm. De wethouder is uitgebreid geïnformeerd, ook de raad trouwens. En er ligt zelfs al een besluit om de milieuzone in te voeren. Dat ligt er al 4,5 jaar. Mm. Maar dat is on hold gezet met een smoesje vanwege die kentekenuitwisseling van België en Duitsland. En dat houdt de invoering van de milieuzone, de definitieve invoering, tegen. Mm. En wij hebben laten zien dat die argumenten om dat tegen te houden, dat die achterhaald zijn. Hm. En de raad weet dat, hè, want intussen is het mogelijk om die,
om die buitenlandse kentekens wel te handhaven. Hmm. Maar er wordt telkens een smoesje verzonnen om dat niet te hoeven doen. Men legt het accent op de praktische handhaving, ja. Maar er is afgesproken dat de wettelijke handhaving eerst geregeld moet worden. Hmm. En zolang je dat niet geregeld hebt, kun je ook niet praktisch gaan handhaven. En de wethouder die zegt nu telkens, ja, ik wacht op een signaal uit de raad. Dat zegt hij tegen de burgers, ja. Manuel. Men verschuilt zich. Ja, en de raad wordt intussen gebrekkig geïnformeerd. Die weet dat niet, want dat nieuwe rapport, dat is hartstikke onvolledig. Maar jullie stappen naar die raad toe. Wij hebben een brief geschreven naar de raad en gezegd, mensen, let op, de wethouder informeert jullie niet volledig. Mm. En de wethouder die zegt tegen de burgers, waar hij gesprek mee gehad heeft, ja, ik wacht op een signaal van de raad. Maar intussen informeert hij de raad niet volledig. En de raad is dus niet op de hoogte van een behoorlijk stukje informatie. Hmm. En dat is zeer ondemocratisch. Wij zeggen, als wij raad zouden zijn, hè, wij worden vertegenwoordigd door de raad, dan zou je zeggen, ja, de raad wordt geschoffeerd. Dit is gewoon een belediging. Hm. De raad wordt niet serieus genomen met dit rapport. Dat rammelt aan alle kanten. En ook als je naar het rapport zelf kijkt, dan wordt er gesteld van, oké, de luchtkwaliteit in Maastricht als geheel, die is lichtelijk verbeterd. Maar je moet ook gaan kijken naar de mensen die wonen langs de drukke wegen. Dat zijn ook burgers van Maastricht. Ja, precies, ja. Het kan wel in het algemeen verbeteren, maar waar ik woon, daar is het duidelijk verslechterd. Het is ook logisch als er zoveel verkeer komt. En als je binnen 300 meter van een drukke verkeersweg woont, dan word je blootgesteld aan die directe fijnstof. Woon je wat verder weg, dan heb je de achtergrondconcentratie. Maar er zijn duizenden Maastrichtenaren die wonen echt binnen 300 meter van drukke verkeerswegen. Mm. En waar de grootste toename is, hè, bij de Brusselse Poort, daar horen wij gewoon helemaal geen signaal vanuit de politiek dat we daarin serieus worden genomen. Ja. Je ziet het, je ruikt het, je voelt het. En dan wordt er gedaan alsof het niet zo is. Het blijft een interessant dossier, heren. Ik ga jullie veel succes wensen ermee, Manuel, ja, en Matt. Dankjewel.